Jongens, ik ben Jeroen, lekker craft. Dan gaan we weer verder met Settler Craft. Weer samen met Jurgen. Oh mijn god. Wauw. Goed gedaan. Wauw. Ik gooi per ongeluk een enderpearl tegen mijn deur aan toen ik hem open wou maken. Wauw. Dit is een nieuw dieptepunt voor mij. Nou ja, dan loop ik gewoon weer gezellig terug. Weet je, is ook wel leuk, hè? Zien jullie gelijk hoe de Netherhub eruit ziet. In ieder geval, we zijn hier met Jurgen, de mysterieuze Jurgen. Yep. En we gaan weer verder het huisje afmaken, hopelijk. Ja, ik ben er alweer mee bezig. Je spullen liggen gewoon in de kist. Oh ja, mooi, dankjewel. Dan kom ik er zo snel mogelijk aan. Hashtag gun 1 broeder, 1 nether fortress. Ja. Of niet. Of niet, dat kan ook. Goed, ik ben onderweg. Lieve nooit, schrijf mij alsjeblieft een nether. Dat gaat niet werken. Nee. Nou ben ik wel benieuwd wat ben je nu aan het maken dan het dak, hè? Ja. Nice. Oh, ik kan niet meer rennen. Dammit. Ik was in de buurt. Ik kom in de buurt. Oh, je eten heb ik ook nog. Maar dan moet je maar even naar mij toe gaan. Yo. Waar ben je nu? Ik ga nu richting de spawn van de Western City. De Nether Portal. Ik zie nu de Nether Portal. Ik heb 3 Nether Rack, heet die dingen, heb ik opgepakt. Ja. En ik ben nu in de stad. Ik kom er nu naartoe gelopen. Gewoon kriskras door alle gebouwen heen. Zo. En dan ben ik er nu. Hallo. Boe. Oh, schrik. Goed, mijn stuff ligt in de kist, zei je. Dat is mooi. Ja, alleen je dingen niet, je eten. Dat heb ik hier of zo, maar dat zal ik even naar beneden gooien. Ja, doe maar. Het hout heb je voor mij ook, of niet? Welk hout? Ja, de logs en zo heb ik wel. Ja. Kijk, mocht daar dan een stuk of 10 of zo van terug hebben? Nou, 10 hoeft niet per se, in ieder geval een paar. Hier op de trap. Oh, op de trap. Op de trap. 8, ja, mooi. Mooi. Dan doe ik. Zo, dan heb ik die. En dan. Moet ik even kijken hoe dit een beetje mooi wordt hier. Oh. Zo. Dit is vast wel prachtig. Close enough. En dan doe ik datzelfde. Deze hier tegenaan. En dan deze. Oh, zo. Bijna zo. Mm.
kijken nog zo. Dat erbij. Ja. En dan. Probeer om zoveel mogelijk plekje boven te houden in ieder geval, zodat je een beetje kan lopen. Maar... Ja, dat is op zich wel handig als we kunnen lopen, ja. Ja, want het is aan de ene kant best moeilijk nog. Lukt denk ik wel. Oké, mooi als het lukt. Ja. Een beetje een laag plafond aan deze kant, maar maakt niet uit. Maar niet uit, zolang we maar kunnen lopen is het allemaal prima. Zo, ongeveer als dat. Kunst. Kijk, dan zie je hier dit en dan moet dit nog eentje verder naar voren. Dus dan heb ik meer stairs nodig. En mijn Minecraft lagt even heel erg. Wow. Dat is even niet normaal. Oh, nou is het weer normaal. Mooi. Het is een mis met de nether. Nou, volgens mij niet veel. Maar... Nee, voor mij ook niet. Ik zou zeggen dat hij gewoon helemaal goed is, die nether. Misschien kunnen ze niet voor de achievements vinden, maar ja. Nou, dat is nou jammer, hé. Dan mag je ook niet op zoek gaan naar je achievements. Ja, dat is... Ik heb vanmiddag met Jurgen ook de Wither verslagen, maar... Ja, dat was voor mij bij, of niet? De onder de grond, toen ja. Met die gigantische explosie. Ja. Klopt. Ja. Zo en zo en zo, perfect. Hier is een base en ik heb geen zwaard. Kijk. Dat is niet meer. Oh shit. Oh, net over mij heen. Daar en daar. Oh, wat? Wat is er? Oh, wat? Heel random dit. Wauw, die ga ik gewoon laten staan. Fuck dat. Jurgen die plaatst in één keer een blok naast mijn huis. Op dat afdakje waar ik bezig was. Ja, met een sign op. Dus... Ja. Fuck. Ja, dat is echt Jurgen. Heel random. Even kijken, kan dit ding nou nog draaien? Ja, dat kan niet. Mooi, dan laat ik hem gewoon staan. Het is gewoon random. Kijk eens. Zo. Oh, niet zo. Zo. En dan is het dak aan de voorkant zo wel goed, vind ik. Zo goed, zo ja. Kun je nog iets inrichten, plantjes of zo op gaan zetten. Dan komt dat ook helemaal goed. Zeker. Zeker. Zo. Zo. Mijn dak gaat het ook wel goed hoor. Mooi. Oeh, je hebt hier al wat inrichting gedaan. Of was jij dat ja, niet? Ja, klein dingetje. Klein ding. Even kijken, deze is wel net iets te lang. Want ik wou hier in de toekomst nog even naar beneden gaan naast die trap. Mm-hmm. Dus dan
maak hem even een klein stukje korter. Dat wel nog kan, maar dan hebben we nog steeds mooie decoratie hier binnen. Dit wordt gewoon mijn mooiste huis dat ik ooit heb gehad in Minecraft. Is nu al, want ik heb altijd gewoon een vierkant blok gehad. Ja, hier is het een beetje laag, maar dat maakt niet uit, want dan loop je toch gewoon zo langs. Ja, maar daar kun je niks plaatsen namelijk. Ja, nou ja. Even kijken, nou hier een mooie dakje, ja. Zitten er schapen in deze stad? Ik weet niet eens. Vast wel. Ik ga even kijken of er schapen zijn. Dan ga ik die kaal scheren. Dat kan ik niet eens, ik heb niet eens wol. Wauw. Of shears bedoel ik. Nou, jammer dan. Dan nog niet. Dan ga ik... Het is prachtig. Meesterwerk. Wat gebeurt er? Jurgen schiet bij de naam. Ah. Hij voor mij verveelt hij zich een beetje. Zit ja, te durven. Oeh, ik loop op het dak. Assassin's Creed Real Life. Zeker. Oh my god. Het vervelende is dat ik soms niet meer door het dak heen kan. Naar binnen. Ik moet even mijn crafting table meenemen naar buiten. Ah, oké. Dan doe je dat. Dat lijkt me nogal een strak plan. Ja. Kijk, staat Jurgen nog steeds op dat dak daar? Ja, hij staat nog steeds. Dan ga ik hem verrassen. Het is namelijk nog best een irritant dak om te maken. Dat geloof ik zeker. Ik moet zeggen dat de daken van de Elven City huizen erger zijn. Oh! Ik heb Jurgen even laten schrikken. Of laten schrikken, ik heb hem verrast. Ik was met een enderpearl op het dak naast hem gekomen. Toen begon ik met sneeuwballen op hem te schieten. Maar nu zijn mijn sneeuwballen op. Ik had er maar 32. Oh mijn god! Hij gaat me vermoorden op die manier. Derp. Wat een rare walvis. Ik kom weer terug naar het huis. Ja. Want anders ben jij als een slaafje alles voor mij aan het maken. Ja, zeker. Ja, oh, ik ben het op het afdakje geland. Nice. Goed. Dit huis is prachtig. En dan... Wat moet dit voorstellen? Misschien moet je maar even wat gaan inrichten. Oh ja, inrichten. Dat is een goede inrichten. Maar wat is dit? Ziet er wel cool uit. Deurknopje. Het is een deuropening, alleen je moet er nog... een deur in stoppen. Ja, eigenlijk al. Nice. Dan moet hier dus ook nog een bed ingestopt worden. Dat bed stop ik dan... hier zo, denk ik. Dat is wel een goede. Ik ga even aan Jurgen vragen trouwens of we schapen in de stad hebben. Of trouwens, is dat het opslaghuis? Volgens mij niet. Bij het opslaghuis mag je toch spullen pakken als je spullen ook andere spullen terugstopt? Of dezelfde spullen ofzo? Ik zou het niet weten. Ik woon niet bij jullie in de stad, hè, dus ik weet niet wat de regel. Volgens per se dan zou ik daar even vragen. Er staan bordjes voor. Rules, don't take too much. Western only. Get the materials only counts if you drop them here. If you need a lot of stuff, please contact me, vuurboot. Oké, dus ik mag western mogen je spullen pakken, niet te veel. En ik moet ook shit teruggeven. Oké, nou doe ik dat. Ja. Doe ik dat eventjes. Ga ik eventjes die wol meenemen. Ga ik eventjes een beetje inrichten. En dan ga ik later weer stuff terugbrengen. Fancy western huis. Zeker, dit huis is echt heel fancy.
is wel... Ik heb het idee dat ik nog steeds niet aan het einde nu genoeg Oakwood heb om dit allemaal te doen. Ik weet niet of er nog wat Oakwood in de storage bij jullie ligt. In de storage? Ja, ik denk het wel. Ik zou dat even willen kijken, want ik heb het idee dat ik namelijk in ieder geval hiermee kom ik sowieso niet verder. Oké, is goed. Even dan, waar en welke kant zou ik het bed zetten? Hier zo? Dan heb ik wel... Het dak is hier wel een beetje laag. Hoezo, je kan het toch... Ja, ik wil echt zo'n dik fancy bed maken. Dan moet je deze gewoon even zo zetten. Juist, doe je zo. Zo, een dik bed. Ik denk trouwens dat er niet mooi uitziet met zo'n ding eromheen. Ik doe wel hem iets kleiner maken. En dan doe ik tapijtjes omheen leggen. Hoe maak je tapijtjes? Weet je dat heel toevallig? Ik denk zo een beetje de vorm van slabs maken. Ja, het is net zoals een. Voor mij is het een pressure plate. Op de onderste. Ja, gewoon twee naast elkaar leggen. Kun je nou van het huisje afschieten? Oeh, nice. Dan loop je gewoon voor kippen. Ja, dat is echt niet normaal over kippen hier lopen. Oh nee. Wacht. Dit ontwerpje. Als ik die dan zo maak. En dan die daar. Wacht, nou maar verander ik helemaal niks. Damn it. Zo. Nou. Het is ook wel stom dat hier een gat zit eigenlijk. Waar is het een gat? Hier. Waar is hier? Even een... Oh, hier. Moet ik even slabs pakken en neerzetten, want... Ja. Het ziet er natuurlijk niet uit. Dat snap ik. Ja, dat snap je wel. Oké, fijn. Ja, hij is goed voor mij dat ik dat snap, hè. Dit is prachtig, hier komt het bed mooi. Kijk, er moet nog een mooi tapijtje in mijn huis liggen ergens. Hier zo, perfect. Frank, jij moest bij de... storage moest je locks hebben, hè? Ja, gewoon slabs... Stairs, gewoon ook hout sowieso. Gewoon ook hout, oké, dan ga ik even kijken, dan ga ik sowieso nog even stuff terugbrengen. Ah, kut. No, dan kan ik geen enderpearl meer gebruiken. Ik heb gewoon tegen de zijkant van een dak aangegooid, ik ben van zijn dak afgevallen nou. Lekker. Nice. Nou, dat wordt dan even ouderwets lopen. Anders ga ik zo meteen nog dood voordat ik er ben. En dan moet ik weer helemaal gaan lopen. Ik heb er geen zin in. Even kijken. Kan ik hier nou nog wat aan het dak doen? Klein stukje. Goed, wat voor tapijt zal ik in mijn huis leggen? Ja, wij hebben oranje. Dat is wel fancy. Ja, maar hier zit een oranje wol in. Ik ga denk ik van lichtblauwe wol wel een tapijtje maken. Dat is wel fancy. Oh, en jij moest hout hebben. Hout ligt hier. Oké, ik neem dit hout mee. Ik breng nog een keer heel veel stuff terug. Dan heb ik dat ook weer gefixt. Oh, wauw. Ik kom precies onder mijn afdakje terecht met mijn enderpearl. Nice. Even kijken, Jurgen, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Oh. Oké, wat dan? Hierzo.
gok een stack ook worden locked. Ja, dat is al... bijna. Was bijna zo'n heel rijtje van de kist bovenaan gevuld met stacks. En de eentje die was met 58. Denk, nou, neem die 58 mee. Weet je, dat is net zo makkelijk. Goed, zo. Dan leg ik hier een mooi tapijtje neer, zo. Dit is gewoon kunst. Zeker. Nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 9 erbij. Het wordt 1, 2, 3. Oké, nice. Dit is prachtig. Zo, dan is je huis eigenlijk al af, joh. Eigenlijk wel. Grotendeels. Grotendeels is het af. Dat is mooi. Dus ja, bedankt voor het helpen, zou ik zeggen. Ja, graag gedaan. Ik bedoel, geen probleem. Mooi. Ik vind het wel leuk om weer eens ergens anders in te bouwen. Nou, dat is mooi dat je dat het leuk vond. Even kijken, ik maak je mooi een einde van de aflevering. Dus vond je het nou leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dat kan door mij te abonneren. Wil je meer zien van Jurgen Hero? Dan zit er een linkje in de beschrijving. Kan je op zijn kanaal kijken. En hij kan hem awesome bouwen, dus gaan we maar gewoon kijken daar. Ja, mooi. Het is gewoon zo, ik kan niet zo mooi bouwen als dit. Dus dan, ik vind al die mensen hun huis in de stad wel vet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later. Later.